Dit is Amote Amame van Laurens Alma Tadema. Amote Amame betekent letterlijk: ik hou van jou, hou ook van mij. Dit lijkt een aanzoek te zijn waarover de vrouw met de bloemen nog even moet nadenken. Alma Tadema werd op zijn eigen huwelijksreis geïnspireerd door de ruïnes van het oude Rome en de opgravingen in Pompeji. De van oorsprong Friese Tadema verhuisde na de dood van zijn vrouw naar Londen, waar zijn schilderijen met klassieke taferelen gretig aftrek vonden. Hij was zo succesvol dat hij door koningin Victoria in de adelstand verheven Sir Lawrence werd. De wijze waarop hij prachtig marmer kon schilderen was ongekend. Amote Amame is een mooi voorbeeld van het werk waarmee de kunstenaar wereldberoemd werd. Een zonovergrote liefdescène die zich afspeelt in de antieke oudheid. Toen hij stierf, werd Alma Tadema's werk meer en meer als kitsch gezien. Maar het was juist die kitsch waarover Hollywood wel enthousiast was. Er kwamen vele films die een duidelijke Alma Tadema-sfeer kennen. Heden ten dage is er geen twijfel meer of Alma Tadema's werk kunst of kitsch is. Amote Amame is als een van de pronkstukken van het Fries Museum altijd te zien.